geesten oproepen. Dat is iets waar de meeste mensen ver vandaan blijven. Dat geldt niet voor de twee tienermeiden in dit verhaal. Na het verlies van hun moeder doen ze een poging om contact te maken met het hiernamaals door middel van een Ouija-board. Dit in de hoop hun dierbaren nog een laatste keer te kunnen spreken. Maar wanneer de meiden de weken hierop geteisterd worden door allerlei vreemde gebeurtenissen en een luid gebonk in huis, krijgen ze het gevoel iets heel anders te hebben opgeroepen. Misschien wel een kwaadaardige entiteit. Of is hier wellicht een andere verklaring voor. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. Dit is het format waarbij ik mezelf opmaak en terwijl ik dat doe vertel ik jullie over een verhaal, waar gebeurde misdaad en ook vandaag vertel ik jullie weer over een spraakmakende moordzaak. En die van vandaag is toch wel echt mijn grootste nachtmerrie ooit. Toen ik nog een klein dionnetje was ik extreem bang voor inbrekers en ik haalde mezelf van alles in mijn hoofd. Ik hoorde gekraak, ik hoorde geklop, daar waar dat gewoon het windje was. Ik was doodsbang. En ik was denk ik een jaar of 5, 6 toen dat begon. Ik had er zelfs nachtmerries over. Zelfs tot op de dag van vandaag ben ik bij elk geluidje bang dat er iemand in huis is. Dus ik heb overal camera's hangen. Ik heb zelfs een alarmsysteem hier geïnstalleerd. Oh mijn god. Jongens, zodra ik een beetje centjes ging verdienen, was dat mijn nummer 1 prioriteit. Misschien een klein jeugdtraumaatje. En misschien is dat ook wel de reden dat ik na dit onderzoek een soortgelijke nachtmerrie heb gehad als dat ik vroeger had. Het is echt een intens verhaal wat ik jullie vandaag ga vertellen. Net zoals elke week natuurlijk, maar dit hou je niet voor mogelijk. Ik ga jullie niet te veel verklappen. We duiken er straks met z'n allen in. En als je echt alles wil weten, elk detail, moet je misschien eventjes mijn podcast luisteren. Wij zijn exclusief te beluisteren op Podimo. En je kunt je op Podimo aanmelden via podimo.nl/moordkast. Ik zou dat zeker eventjes doen. Ik kan niet elk woordje hier op deze plek op YouTube kwijt. Dus nogmaals, wil je alles weten, ga naar Podimo en luister de podcast. Mochten deze onderwerpen te heftig voor je zijn, en dat snap ik echt volkomen, dan heb ik ook nog een tweede kanaal, genaamd Onnestream. Bijna elke zondag, hè? Ik probeer elke zondag live te gaan. Om 7 in de avond speel ik verschillende games. En vaak zijn dit ook alweer horror games hoor, eerlijk gezegd. Dus eigenlijk kun je niet meer naar mij kijken zonder dat er iets engs aan verbonden zit. Het is toch wat, hè jongens. Maar goed, link staat onder in de beschrijving. Zorg ervoor dat je ook op mijn tweede kanaal geabonneerd bent. Nou, dan is het natuurlijk tijd voor de shout-out van deze week. Elke week kies ik een leuke comment uit waarvan ik denk, hey, jij verdient een shout-out. Mocht jij de volgende keer benoemd willen worden, laat hieronder dan vooral eventjes een leuke comment achter onder hashtag SOnnedy. Dan weet ik dat je mee wil doen. Hij is deze week voor Cato. En Cato zegt, ik denk dat erg veel mensen onderschatten hoeveel werk en onderzoek erin opgaat. Keep up the great work. Dankjewel Cato, super lief en dat klopt. Kan het niet ontkennen. Als ik in een zaakje duik, ben ik daar gewoon echt wel een hele dag mee bezig. En dat is eentje van een normale lengte, eentje met superveel details. Dan zou het kunnen dat ik daar echt wel wat meer tijd aan kwijt ben. En dan vind ik één dag, dan ben ik nog wel echt redelijk snel aan het werk. Dus ja, er zit zeker veel tijd, veel moeite in. En specifiek de zaak van vandaag, ik vond het maar moeilijke. Want ik vond zoveel tegenstrijdigheden op het internet. Zelfs in de namen, in het hele verhaal, in hoe bepaalde dingen zijn gelopen. Op elke site, op elke bron, elke documentaire die ik keek, iedereen zei wel weer wat anders. Maar ik heb echt de meest betrouwbare bronnen proberen te volgen. En ik hoop dat ik een beetje het kaf van het koren heb kunnen scheiden. Dus alle bullshit verhalen, ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Maar ik heb er oprecht vertrouwen in, want serieus, mijn research van vandaag, ik ging diep, heel diep. Ik wil je dan natuurlijk de gebruikelijke trigger warning even geven. Specifiek vandaag, het is een schokkende zaak en er komen elementen in voor die best wel triggerend kunnen zijn. Seksueel geweld, geweld, moord, stukje mentale gezondheid, echt. Ik denk dat elk ellendig element wel naar voren komt. Dus houd er rekening mee en klik de video weg als je hier niet tegen kunt. Daarnaast is het niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig te praten over wie dan ook in dit verhaal. En alle informatie die ik jullie geef, is informatie die ik gevonden heb op het internet, gezien heb in documentaires. Ik heb het gebundeld tot één verhaal voor jullie. Dus ik denk dat ik mijn mascaratje maar weer ga zoeken. Dus,
Zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met dit verhaal. Dit verhaal begint in het najaar van 1986 in een stadje genaamd Pepperell. Nou, dat ligt in de staat Massachusetts, in het land de Verenigde Staten. Hier woont het gezin Andrews, die het de laatste maanden niet bepaald makkelijk hebben gehad. Het gaat om de vader binnen het gezin, Brian Andrews, en zijn twee dochters. Annie van 15 jaar oud en Jessica. En hoe oud Jessica is, ja, dit bedoel ik met die tegenstrijdigheden. In de ene documentaire is ze 9, in de andere is ze 14. Op een andere site lees ik weer dat ze ouder was dan Annie. We weten niet hoe oud Jessica is, maar de meeste bronnen gaven toch aan dat ze, ja, om en nabij dezelfde leeftijd had als Annie. Ze was iets jonger. Ze gaan er een beetje vanuit dat de meiden 15 en 13 waren. Het waren in ieder geval allebei tieners. Hun moeder, Deborah Andrews, is een paar maanden daarvoor komen te overlijden aan de ziekte kanker. En vanaf daar staat vader Brian er helemaal alleen voor. Hij moet in zijn eentje voor zijn twee dochters zorgen en er moet natuurlijk brood op de plank komen. Dus Brian is echt ontzettend vaak aan het werk. Hij is niet vaak thuis voor de meiden. Annie en Jessica zijn gewoon, ja, best wel vaak op zichzelf aangewezen. En die meiden hebben het er ook echt niet makkelijk mee. Het gemis is groot. Ze hadden echt een hele goede band met hun moeder. Ja, dat is ook echt een lastige leeftijd, hè? Als je in je tienerjaren zoiets moet meemaken tijdens je puberteit. Verschrikkelijk voor ze. Dus ze zijn met z'n drietjes. Maar vader Brian is echt, ja, zo vaak aan het werk. Ik zei het al, sinds de dood van hun moeder moet hij gewoon extra uren draaien, anders komen ze niet rond. Hij is buschauffeur. Ook in de avonduren is Brian vaak aan het werk. Ja, en dan zijn de meiden helemaal alleen thuis. De zusjes kunnen het trouwens wel echt heel goed met elkaar vinden. Ondanks dat het natuurlijk heel tragisch is, hè, dat hun moeder is overleden, brengt dit de zusjes ook wel dichter bij elkaar. Ze halen heel veel herinneringen op samen. Ja, ze weten er gewoon heel goed, ja, mee om te gaan met z'n tweetjes. Dus ze hebben gewoon een heleboel steun aan elkaar in ieder geval. Wanneer de meiden op een avond alleen thuis zijn, besluiten ze geesten op te gaan roepen door middel van een Ouija-bord en een kristal, zo'n pendeltje. Volgens mij heet dat een pendel. Ik weet het niet zeker, hè? Als ik die goed heb, mag je me corrigeren. Maar ze hopen daarmee contact te kunnen leggen met een overleden moeder. Ze willen haar gewoon nog heel graag wat dingen vragen, haar voor het laatst nog een keertje spreken. Dus ja, die meiden zetten een soort seance op en dat doen ze in hun kelder. Nou, ze steken de kaars aan, het Ouija-bord wordt uitgeklapt. Ze zijn aan het zwaaien met die pendel. En ze roepen de entiteiten op om zichzelf kenbaar te maken, om zichzelf te laten horen. Ze stellen ook vragen, hè. Maar dan wordt de seance bruut verstoord. Want vader Brian komt thuis van zijn werk. Nou, die meiden worden naar boven geroepen, dus ze moeten het eventjes voor gezien houden. Dus ze ruimen alles op en vergezellen hun vader voor de rest van de avond boven in de woonkamer. Ja, vanaf hier beginnen er hele gekke dingen te gebeuren in het huis. Die nacht nog, als de zusjes in bed liggen, worden ze wakker gemaakt door een gebonk. Ze horen iets kloppen tegen hun slaapkamermuur. En dan bedoel ik niet dat het kleine klopjes zijn, hè. Dit was gewoon echt, zo duidelijk als jullie het nu horen, zo duidelijk hoorden deze beiden dit op hun slaapkamermuur. Vroeger, toen ik zo bang was voor de geluiden in huis, dan was dat gewoon een kraakje. Maar dit was kraakhelder. Als ik jullie een tip mag geven, nooit fokken met geesten. Doe het niet, ik raad het je af. Je zou misschien kunnen denken van, hé, dit is hartstikke nep. Maar ik weet niet, ik ben gewoon zo opgevoed van, daar moet je met je klauwen vanaf blijven. Dus weet je, neem het risico niet. En blijf met je klauwtjes van het Ouija-bord af of wat dan ook, echt. Het zal je gebeuren. En dat zeg ik met al deze enge poppen in huis, maar dat terzijde. Maar goed, die meiden die hebben zoiets van, hé, misschien is dit, ja, onze moeder wel. Daar hopen ze natuurlijk vurig op, dat was hun bedoeling. Dus ze beginnen in het wilde weg vragen te stellen aan degene die, ja, wat het ook mogen zijn, daar aan het kloppen is. En na elke vraag wordt er geklopt. Alsof ze een antwoord krijgen. Ik denk dat je aan vragen moet denken zoals, als je hier bent, klopt dan één keer. Als je twee keer klopt, is het ja. Als je één keer klopt, is het nee. Zoiets zouden ze
in de ruimte moeten hebben geroepen. En er werd gewoon daadwerkelijk naar geluisterd. Wat het ook mocht zijn, het reageerde op alles wat die meisjes zeiden en vroegen. Doodeng. Ik krijg hier echt ziektekriebels van, echt. Ik ga dood van de hitte, maar toch weet mijn lichaam het voor elkaar te krijgen om kippenvel te hebben. Nou, in ieder geval, Jessica en Annie zijn eigenlijk helemaal in hun nopjes, want ze hebben echt het gevoel dat ze contact hebben met hun moeder. Voor die meiden biedt dat natuurlijk ook een hele hoop troost. Dus ze zijn niet per se angstig. Althans, nog niet. Want het zal nooit meer rustig worden in het huis van de familie Andrews vanaf dit punt. En in de daaropvolgende weken, precies op de momenten dat vader Brian niet thuis is, laat die entiteit, of wat het ook mocht zijn, van zich horen. Er wordt geklopt, er wordt herrie gemaakt. En dit wordt ook steeds harder. Het geklop is geen getik of wat dan ook. Het is best wel een agressief gebonk. De meiden konden nachtenlang niet slapen. Ze deden geen oog dicht, omdat dat geluid hun wakker hield. Op het begin leken de twee zusjes nog blij te zijn met de aanwezigheid van deze geluiden. Maar Annie en Jessica krijgen steeds meer het idee dat ze iets anders hebben opgeroepen. Iets kwaadaardigs. Iets wat geen beste bedoelingen met ze heeft. Misschien een demon of zo. Wanneer dit een aantal dagen zo is doorgegaan, zijn de meisjes inmiddels doodsbang. En de activiteit in het huis, het wordt alsmaar erger en erger. En dit beperkt zich niet meer tot alleen maar het kloppen op de muren. Voorwerpen die zomaar verdwijnen, om vervolgens op een andere plek in het huis op te duiken. De meubels van de slaapkamer van de meisjes, die verschoven de hele tijd. Dan waren ze een dag naar school geweest, dan kwamen ze terug. Stond alles anders. Annie en Jessica besluiten alles maar gewoon op te biechten, hè, aan hun vader, want ze weten zich geen raad. Ze vertellen hem dat ze geesten zijn gaan oproepen met het Ouija-bord, die ene avond in de kelder. En wat ze vanaf die periode allemaal hebben gezien en meegemaakt. En vooral dat kloppende geluid wat ze constant hebben gehoord. Dat echt steeds erger en erger wordt. Maar hun vader Brian gelooft ze niet. Hij gelooft niet in geesten en heeft het idee dat die meisjes alles zelf in scène zetten. Dat ze de meubels zelf verschoven hebben, dat ze het gebonk verzinnen, puur om aandacht te trekken. En dat is misschien ook niet zo'n rare gedachte, hè, van die vader. Ze zijn net hun moeder verloren. Ze hebben ook echt wel een beetje de leeftijd naar om eventueel zulke soort dingen te verzinnen. Brian is zelf ook niet vaak thuis. Die meisjes zitten ontzettend vaak alleen. Ze zijn natuurlijk nog in diepe rouw om hun moeder. Dus ja, wie weet, zijn ze daarom wel dit soort dingen gaan doen, hè? Het zou kunnen dat dit wellicht een manier is om hulp te vragen, een schreeuw om aandacht. Of dat dit daadwerkelijk de manier is om hun verdriet te verwerken. Dus die vader heeft er ook alle begrip voor. Die stelt de meiden vooral gerust. Van, joh, er is geen geest, maak je geen zorgen. Laat je niet gek maken en ik bescherm de boel wel. Dit tot grote frustratie van de twee meiden. Zij weten zeker dat alles wat ze gehoord en gezien hebben, dat toch wel echt is gebeurd. Ze hebben geen idee meer wat ze met de situatie aan moeten. Deze ellende gaat al veel te ver. Ze zitten echt met de handen in het haar. En al helemaal wanneer er nog meer gekke dingen gebeuren. Want hier blijft het niet bij. Nu beginnen ook de lichten in het huis te flikkeren. Ze gaan aan en uit. Dat gebonk op de muren werd nog harder. Er werd keihard op de pijpleidingen getikt. Ja, dat geluid gaat echt door merg en been. Dat is verschrikkelijk. En er werd soms zelfs aangebeld. En dan stond er niemand aan de deur. Als Annie of Jessica iets in de keuken had klaargemaakt of drinken had ingeschonken, wat dan ook, en ze waren eventjes de kamer uitgegaan, dan kwamen ze terug en dan was bijvoorbeeld het glas leeg gedronken. Of de snack die ze net hadden gepakt was ineens verdwenen. Steeds meer voorwerpen kwamen ze op plekken tegen waar ze niet hadden neergelegd. Je gaat je denk ik toch bijna afvragen in zo'n situatie of je zelf niet helemaal koekoek wordt. Wat verschrikkelijk, dit is toch niet te verklaren. En nogmaals, dit alles als vader Brian niet thuis was. Dus die meisjes, die bleven dit maar tegen pa zeggen. Hè? Van joh, we hebben dit meegemaakt en moet je nou eens horen, we zijn zo bang, want de entiteit is weer aan de gang. Ja, vader nam het maar niet serieus. En dat begrijp ik ook wel, want het is zo absurd. En dit ging maandenlang zo door. Maanden. Ik denk dat ik rijp zou zijn voor het gekkenhuis als dit mij zou overkomen. Ik denk dat ik geen stap meer in mijn huis zet.
Maar goed, hè, wat moet je als 14, 15-jarige? Dan heb je alleen je huis en dan heb je nou eenmaal geen keuze. Waarom moeten zij bang zijn geweest? Op een avond, als de meisjes, zoals gewoonlijk, weer alleen thuis zijn en samen wat tv aan het kijken zijn, worden ze weer verrast door een luid gebonk. En dit keer komt het uit de kelder. De 15-jarige Annie, zo dapper als dat ze is, loopt naar de keuken en haalt een enorm mes uit het keukenblok, of hoe noem je dat? Het messenblok. In ieder geval loopt ze naar de keuken en ze pakt een groot mes. En ze loopt naar de kelder. Ze is het helemaal beu. Ze heeft zoiets dat wat er hier ook gaande is, ik ga er een einde aan breien. Nou, zusje Jessica loopt achter haar aan, hè? Beetje zo in elkaar gedoken achter haar zus. En ze lopen samen de trap af de kelder in. Treetje voor treetje. En eenmaal daar aangekomen, is daar helemaal niks te vinden. Helemaal niks. Het is slechts de stoffige kelder met alle oude zooi die daar staat. En voor de rest helemaal niks. De kelder zoals de kelder hoort te zijn. Maar dan kijken ze een beetje om zich heen en willen ze de trap weer oplopen en kijken dan tegen de muur aan en zien dan iets geklad op hun muren. In grote rode koeienletters. De tekst die daarop geschreven staat luidt als volgt. Ik ben in je kamer. Kom mij maar zoeken. In een substantie wat lijkt op bloed. Het is echt met rode koeienletters. Verschrikkelijk, je zou het maar vinden. Dus die meiden die rennen gillend de kelder uit. Bellen hun vader Brian op. En Brian belt op dit moment toch maar de politie, want dit klinkt wel serieus. Brian rijdt ook met een bloedgang naar huis. En eenmaal daar aangekomen, staan de agenten al op de oprit. Die hadden al een kijkje genomen in het huis. Nou, die melden vader Brian dat de letters die de meiden vonden in de kelder geschreven waren met ketchup. Ketchup. Die agent die bespreekt dit met vader Brian en die geeft ook aan van joh, dat kom je toch vaker tegen bij pubers die iets ernstigs meemaken in hun leven. Ja, die dit soort fratsen uithalen. Wederom worden de meisjes niet serieus genomen. En de agenten gaan er vandoor in de veronderstelling dat Annie en Jessica dit zelf weer hebben gedaan. En vader Brian die vindt toch wel zoiets van joh, die meiden moeten op een gezonde manier het verdriet verwerken. En dat wat ze nu aan het doen zijn, is allesbehalve gezond. Dus die meisjes moeten vanaf nu in behandeling bij een psychotherapeut. De vader schrijft ze daarvoor in. Natuurlijk alsnog hartstikke goed hè, om te doen. Zeker als je als tiener zoiets meemaakt, dat kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Het moet alleen verschrikkelijk voor ze zijn geweest dat ze niet serieus genomen werden. Maar aan de andere kant begrijp ik pa ook wel weer. Nou, in ieder geval, Brian was van mening dat het gedrag van de meisjes nu echt uit de hand aan het lopen was. Hierna wordt het weer heel even rustig in huis. Maar liefst voor 2 weken lang hoort niemand ook maar één geluid. Geen meubel verschuift. Geen voorwerp raakt zoek. Dus ja, er is hoop. Wie weet heeft de entiteit er wel tabak van. En is vertrokken, hè? Je weet maar nooit. Ik kan me voorstellen dat je wel even hoop hebt. Nou, die hoop is al snel vervlogen wanneer het geluid weer begint. Het gebonk op de muren. Dit gebeurt wederom weer als de twee zusjes samen alleen thuis zijn in de avond. En het is dan 8 december 1986, om precies te zijn. En zij worden er moedeloos van, hè. Ze dachten er toch eventjes van af te zijn. Die 2 weken lang was het stil en nu is hij weer terug. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Wanneer houdt dit op? Hoe lang moeten zij nog geterroriseerd worden? Jeetje, die meiden hebben al zoveel meegemaakt. Verschrikkelijk zielig. Ik vind het echt heel sneu. Ik vraag me dan af, hè, word je daar ook een soort van immuun voor? Als je dit nou dagelijks meemaakt in je huis, wordt het dan ook minder eng? Want die meisjes waren zo verschrikkelijk dapper. Annie was namelijk weer naar de keuken gelopen en had weer een enorm mes daar vandaan gehaald. En samen met haar zusje en met dat mes lopen ze op de herrie af. En dat gebonk lijkt dit keer van boven te komen. Vanaf Annie's slaapkamer. Tree voor tree, langzaam aan, komen de meiden steeds dichter bij de overloop. En ze kijken dan recht de deuropening in van Annie's kamer. En zien daar wederom weer een tekst op de muur staan. Koeienletters geklad met een rode substantie.
Ik kan jullie vertellen, achteraf bleek het weer ketchup te zijn. En er stond geschreven, I'm back, come find me. Dus ik ben terug, zoek mij maar. Ja, de meisjes gillen het weer uit. Ze rennen de trap af, naar buiten toe, richting de buren. Die meiden zijn ontzettend overstuur. En die vertellen de buren natuurlijk de raarste verhalen. Die hebben ook zoiets van, hè, wat heeft dit te betekenen? Maar goed, vanaf daar bellen de meisjes weer hun vader op. En die komt nu best wel een beetje geïrriteerd terug. Die heeft zoiets van, joh, het is nou een keer genoeg geweest. Moet het nou alweer? Zijn we niet een keer klaar met het kinderachtige gezeik? Brian loopt eerst naar de oprit van de buren. En daar spreekt hij de meisjes aan. Die zijn duidelijk nog steeds ontzettend van streek. Ze zijn in tranen. En die vader zegt, joh, ik ga kijken, maar daarna moet het echt een keertje klaar zijn. Als ik niks vind, dan hoop ik dat dit gedrag echt een keertje stopt. Dus, vader stapt het huis in. En wanneer hij binnenkomt, treft hij één grote ontploffing aan. Het hele huis staat op zijn kop. En wat opvallend is, is dat de tv's in het huis super luid aanstaan. Ik kon niet vinden hoeveel tv's het waren. Ik vermoed niet meer dan beneden en boven eentje. Maar die stonden dus aan op het maximale volume. En dit moet zijn gebeurd wanneer die meiden al bij de buren aangekomen waren. Want die tv's stonden toen nog niet aan. Hij neemt dan de trap naar boven richting Annie's slaapkamer om natuurlijk die tekst op de muur te bekijken. Nou, die tekst ziet hij inderdaad van een afstandje. Maar wanneer hij steeds dichter bij de slaapkamer komt, ziet hij ook nog een andere tekst staan op de muur. Er is nog iets bijgeschreven. Er staat, wederom geschreven in ketchup, trouw met mij, marry me. Wanneer Brian de slaapkamer nadert en echt die ruimte binnenkomt, ziet hij een figuur staan in zijn ooghoek. Het is echt de schrik van zijn leven. Het is een jonge man, gekleed in de kleding van zijn vrouw, hè, zijn overleden vrouw. Hij draagt een blonde pruik op zijn hoofd en heeft allemaal oorlogskleuren op zijn gezicht. Dat allemaal make-up over zijn gezicht uitgesmeerd. En in een van zijn handen droeg hij een bijl. En ik denk dat dit wel het punt is dat pa zich realiseert, goh, mijn dochters hadden toch gelijk. Al die tijd, zijn ze zelf helemaal de aanstichter niet geweest. Maar goed, wat moet dat een verschrikkelijk gezicht zijn, hè? Dat je ineens iemand in je huis ziet staan, in de kleding van je overleden vrouw. Het schijnt ook de trouwjurk geweest te zijn van de moeder van de meisjes. Met een pruik op, vreemde make-up. Voor één moment staat Brian daar als bevroren. En dan loopt het figuur, de jonge man, in deze rare outfit met de bel op Brian af. Hij begint dan ook echt met dat ding te zwaaien. Dus Brian is nu oprecht in gevaar, dus die vlucht het huis uit. Maar het gekke is, Brian wordt niet achterna gezeten door de jongen. Eén ding is zeker, die moet nog ergens in dat huis zijn. Brian belt meteen de politie op. Die moeten maar eens polshoogte gaan nemen. Nou, als die agenten aankomen bij het huis, doorzoeken ze alles. Ze zetten alles op zijn kop. Maar geen spoor van de gekke man die Brian had omschreven. Hij leek in rook te zijn opgegaan, maar het is vreemd. Brian heeft hoe dan ook de man niet naar buiten zien gaan. Dus Brian weet zeker, die moet daar nog zitten. Die agenten hebben echt uren staan zoeken. Ik denk dat het volkomen logisch is, maar Brian en zijn dochters slapen voorlopig even niet thuis. Dat moet eerst maar eens eventjes nader onderzocht worden, dus ze worden geëvacueerd. 2 dagen later komt Brian wel eventjes terug om wat spullen op te halen. En wat ziet hij door het raam? Hij ziet het gezicht van die man. Die gekke man die hij in die jurk en met die pruik heeft zien staan met die bijl. Die is dus nog steeds binnen. Het is maar goed dat hij dat vanaf buiten heeft gezien en niet naar binnen is gestapt, denk ik. Dus weer wordt de politie gebeld. Brian denkt, nu moet het toch echt een keertje klaar zijn. Die man moet worden gepakt. Dus die politie is meteen ter plaatse. Nogmaals, hoe hard de politie ook zoekt, ze vinden helemaal niks. Maar één van die agenten weigert op te geven. Elk hoekje, elk gaatje gaat hij na. Dan spot hij een soort loze ruimte tussen wat muren in de woonkamer. En dat is de plek waar de leidingen
verborgen zitten. Dat zou wellicht groot genoeg zijn voor een persoon om zich daarin te verstoppen. Dus die agent trekt zijn wapen, houdt die ruimte onder schot en beveelt dat als daar een persoon verstopt zit, dat diegene naar buiten moet komen. En wat blijkt nou? Die agent had volkomen gelijk. Er komt een jonge jongen tevoorschijn. Hij zat helemaal opgerold in die ruimte. Het gaat hier om een jongen van nog maar 16 jaar, genaamd Daniel LaPlante. En deze Daniel reageert eigenlijk heel kalmpjes op de politie. Hij is helemaal niet bang voor het wapen wat getrokken is. Ook al wordt hij onder schot gehouden. Het lijkt hem niet heel veel te interesseren. Al snel wordt duidelijk dat deze jonge man al maandenlang tussen die muren leeft. Letterlijk binnen de muren. Probeer eventjes een beeld bij te maken, want er zijn gewoon heel weinig foto's. Ook van de persoon in dit verhaal, hè. Waarschijnlijk de namen die gegeven zijn, zijn ook niet de echte namen. De echte namen zijn wel te vinden op het internet. Maar het is allemaal een beetje vaag. Ook de manier waarop de agent de knul gevonden heeft en hoe hij al die tijd in die ruimte heeft kunnen zitten en hoe die ruimte eruit heeft gezien. Ik heb tekeningetjes gezien van de agent die de jongen gevonden heeft. Het is je lastig voor te stellen, maar ga er even vanuit dat het kan. Waarschijnlijk was het een oud huis met holle ruimtes binnen de muren. In ieder geval in de woonkamer was het een soort driehoekige ruimte met een klein stukje lucht tussen. Daar heeft hij dus al die tijd geslapen, geleefd, gegeten, geplast. God mag weten hoe en wat. Hij kon zich via de fundering van het huis zich wurmen naar de kelder en andere ruimtes binnen het huis. En zo kon hij het gezin, of althans de twee meisjes, continu volgen. En zo wist hij ook precies wanneer hij zich koest moest houden als vader Brian thuis was. Weet je nog dat ik vertelde dat er soms een snack miste of dat er een glas melk op de keukentafel stond en dat die ineens miste? Nou, dan was Daniel heel snel zijn hoekje uitgekropen. Had hij dat opgedronken of gegeten? Ja, en was hij weer netjes zijn hoekje terug ingegaan? Zo deed hij het. Ik heb in ieder geval echt een heel stuk gevonden op het internet wat de agent heeft geschreven over de manier waarop hij Daniel vond. Ja, die weet best wel een goed beeld te omschrijven. Op heel veel bronnen lees ik dat Daniel verstopt zat in een kast. Maar dat zat niet zo simpel. Hij zat echt in een mini-ruimte, maandenlang en hoe hij dat heeft gedaan, geen idee, maar dedicated was hij wel. Al die tijd, al die maanden lang, heeft hij die meisjes bespioneerd, geterroriseerd en maakte het leven van het gezin tot een hel. Verschrikkelijk. In die ruimte was het ook echt één grote bende. Er werd afval gevonden, vieze kleren, het moet er ontzettend hebben gemeurd. Er lag een slaapzak, bierblikjes. Die jongen heeft er al die tijd overleefd. Dit was zijn vaste schuilplaats. En af en toe manoeuvreerde hij zich door het huis. Verstopte hij zich. Ongelooflijk. Voor de politie is het dus duidelijk wie het is. En dit komt natuurlijk ook bij de Andrews terecht. En dan weet Annie Andrews, het 15-jarige meisje, die jongen te herkennen. Sterker nog, ze is eerder, maanden geleden, een keertje met hem op date geweest. Een mislukte date, dat wel. Daniel en Annie hadden elkaar ook echt op een hele vreemde manier leren kennen. Daniel LaPlante had namelijk heel random naar de huistelefoon gebeld van Annie. En hij had haar gezegd dat hij via een wederzijdse vriend van hun haar telefoonnummer had weten te bemachtigen. Dus hij is gewoon zomaar gaan bellen naar een huistelefoon. Dit is een beetje het internet van de jaren 80. Andere manieren had je niet om met elkaar in contact te komen. Hoe Daniel precies aan haar huistelefoonnummer is gekomen, dat weet niemand. Er wordt wel over gespeculeerd. En één bron geeft aan, het is slechts één bron, dus ik denk niet dat het waar is. Maar er wordt dus gedacht dat Daniel al veel eerder had ingebroken in het huis van de Andrews. Nog voor die date. En dat Daniel een foto had zien staan, een familiefoto waar Annie op stond. En dat hij helemaal geobsedeerd met haar was geraakt. Maar hoe hij precies bij Annie kwam, dat weet niemand precies. Ja, dit zou in principe een logische verklaring kunnen zijn. Hoe dan ook, Daniel was obsessed met Annie. Hoe hij aan dat nummer is gekomen, dat weet niemand. Puntje bij paaltje, die twee hadden op een gegeven moment dagelijks contact met elkaar.
Die hadden daadwerkelijk gewoon hartstikke leuke gesprekken. Daniel had aan de telefoon gezegd dat hij een knappe, jonge vent was. Blond, atletisch, lang. Hij gaf Annie toch wel een beetje een vertekend beeld. Want Daniel LaPlante was alles behalve dat. Ja, Annie was op dat moment natuurlijk best wel eenzaam, omdat ze net haar moeder was verloren. Dus dit contact gaf haar wel, ja, dat bood haar wel een hele hoop. Ze vond het ontzettend fijn. Ze was ook best wel een beetje verliefd op hem. Maar wanneer ze elkaar face-to-face ontmoeten, verandert dit al vrij snel. Vanaf de eerste seconde, om het zo maar te zeggen. Ze zouden samen naar de kermis gaan. Het was hun eerste ontmoeting, in het echt. En daar stond Daniel aan de deur van Annie. Nou, Annie doet open en ja, tot haar grote schrik is dit helemaal niet de jongen die ze had verwacht. Het zou een lange blonde kerel zijn. En Daniel ja, had nogal een onverzorgd uiterlijk. Hij had vettig haar, een pokdalig gezicht. Dat haar lag ook echt wel een beetje zo plat op het hoofd. Hij rook niet heel lekker, hij was ontzettend mager. Het was niet de jongen die ze voor ogen had. Maar Annie wilde beleefd zijn en ze had ook nog zoiets van, joh, aan de telefoon klonk het als een hele leuke knul. Dus ze wilde het ook wel een kans geven. Dus ze ging gewoon met Daniel naar de kermis. Maar dit alles liep toch wel een beetje vreemd. Ze praten met elkaar en op een gegeven moment komen ze op het onderwerp van haar moeder, hè? Dat Annie, haar moeder, recentelijk verloren is aan de ziekte kanker. Telkens als het daarover gaat, lijkt Daniel een beetje op te bloeien. Hij wordt steeds meer geïnteresseerd in dat gedeelte van haar leven. Hij begint daar ook zeer ongepaste vragen te stellen. Hij toont daarmee niet per se compassie of empathie voor het meisje. Hij lijkt het eerder allemaal te verheerlijken. En dat is toch opvallend. Hij vroeg bijvoorbeeld met een lach op zijn gezicht of haar moeder erg geleden had. Ja, zeer ongepast. Dus Annie die heeft al vrij snel de date afgekapt en is naar huis gegaan. Dat is niet per se een hele goede tactiek, hè, als je een meisje wil versieren, jongens. Ik heb al veel tactieken voorbij zien komen waarbij jongens meisjes versieren, maar dit slaat toch wel alles, hè? Na deze fantastische date hebben de twee elkaar nooit meer gesproken. En begrijpelijk. En Daniel was zo obsessed met Annie dat hij zich dus in haar huis verstopte. Hij kon haar niet loslaten. Er zaten ook verschillende kleine kijkgaatjes in de muren. Die waren bijna met blote oog niet te zien. Maar schijnbaar heeft Daniel dus al die tijd, ook op de meest intieme momenten, naar het meisje staan gluren. Verschrikkelijk. Daniel LaPlante werd natuurlijk direct opgepakt. En we duiken eens even in het verleden van deze jongen. Want ja, om hem een beetje te kunnen begrijpen, wat we gewoon echt nooit gaan doen, hè. Maar hè, we moeten toch eventjes een beeld vormen van hoe deze jongen geworden is zoals hij is. Hij werd in 1970 geboren in een stadje genaamd Townsend. En dat ligt ook in de staat Massachusetts. En hij groeit op bij zijn moeder Elaine Moore en zijn stiefvader. Stiefvader David Moore. Hij heeft dan nog twee oudere broers. En zijn jeugd was eerlijk gezegd één grote ellende. Hij loopt op jonge leeftijd al meerdere trauma's op. Hij werd fysiek mishandeld en misbruikt door zowel zijn biologische vader als zijn stiefvader. Hij werd eigenlijk door zijn ouders altijd al verwaarloosd. Hij kwam onverzorgd naar school toe. Zijn haren waren vies. Hij stonk altijd ontzettend erg. Zijn kleding was nooit gewassen. Hij was ook nog eens dyslectisch, dus het was een makkelijk doelwit daar op school. En hij werd ontzettend gepest. Mensen vonden hem een freak, een engert, gingen hem uit de weg. Het is echt ontzettend sneu. Deze jongen heeft natuurlijk wel een hoop op zijn bord gehad. Door zijn emotionele problemen komt hij via school bij een psychiater terecht. En ook hier, het lijkt alsof de ellende hem alleen maar achtervolgt. Die behandelaar maakt gekke toespelingen richting Daniel van een pikante aard. En dat hoort natuurlijk niet, dat hoort nooit. De jongen was ook nog eens minderjarig. En daar gaan we weer. Daar waar hij zijn hulp juist hard nodig had, is er weer een volwassen persoon die zijn vertrouwen schaadt. En dit laat wederom weer zijn littekens achter. En op een gegeven moment eist dit natuurlijk zijn tol. Ik begrijp ook wel dat dit alleen maar met die jongen kon fout gaan.
Hij is op een gegeven moment ook dieren gaan verwonden, vermoorden, mishandelen. Die jongen ontwikkelt mentale problemen, ernstige mentale problemen, en kiest voor het criminele pad. Hij begint in te breken bij mensen thuis. En daar krijgt hij echt een kick van. Niet alleen van het meejatten van andermans spullen, om daar zelf beter van te worden, maar vooral het aspect dat iemand niet doorheeft dat hij in hun huis sluipt. Dat vindt hij helemaal te gek. Dat geeft hem blijkbaar een bepaalde rush. Het binnendringen van iemands huis en het bang maken van mensen, dat gaf hem op een of andere manier een heel euforisch gevoel. Ja, dat stalken, hè, wat hij dus bij de familie Andrews deed, dat heeft hij dus al vaker gedaan. Alleen niet maandenlang achter elkaar. Nou, op zijn 16e wordt hij dus aangeklaagd voor het terroriseren van de familie Andrews. En er staan nogal wat dingen op zijn naam, hè. Gewapende inbraak, gewapende overval en voor het toebrengen aan schade aan eigendommen. En eerst komt Daniel nog in een jeugdinstelling terecht, maar een klein jaartje later besluit de rechter dat Daniel moet worden veroordeeld als volwassene. En dit betekent dat er een borgsom betaald kan worden waarop Daniel op vrije voeten gesteld kan worden. Als iemand bereid is om die som, die borgsom te betalen, is hij vrij man. Ja, en hier is het dus gigantisch misgegaan, jongens. Want Daniel zijn moeder, besluit die borgsom te dokken. En Daniel is vrij. Hij kan weer doen en laten wat hij wil. Gaan en staan waar hij wil. En nee, hij heeft zeker niets van zijn daden geleerd. Nou, als hij vrijkomt, gaat hij weer bij zijn moeder wonen in het plaatsje Townsend. Daar komt hij ook echt vandaan, hè? Daar is hij opgegroeid. Maar hij valt al vrijwel direct terug in zijn oude gewoontes. Hij begint weer inbraken te plegen en de families te stalken. Nou, hij breekt echt constant in bij de mensen in de buurt. En weet zelfs 2 wapens afhandig te maken. Maar dit keer blijft het niet alleen bij het stelen en het stalken. Daniel weet wederom weer een stapje verder te gaan. Het is dan 1 december 1987. Het is dan gewoon precies een jaar later, na het incident met de Andrews-familie. Daniel besluit weer eens in te breken. Hij wordt wakker en denkt, goh, ik heb een ingeving. Ik ga weer eens op boevenpad. Hij breekt in bij een huis zo'n 800 meter van zijn eigen huis vandaan. Dus ook ontzettend dichtbij. Hier woonde het gezinnetje Gustafsson. De man en vader van het gezin was Andrew Gustafsson. Hij was 34 jaar oud. We hebben nog Priscilla Gustafsson. Daarmee was Andrew natuurlijk getrouwd. Zij was 33. En ze hadden 2 super schattige kindjes. De 7-jarige dochter Abigail en de 5-jarige zoon William. Het was echt een ontzettend schattig gezin. Er was trouwens ook een baby op komst, hè? Want Priscilla was zwanger op dat moment. En Priscilla was ook echt, ja, zij had een hart van goud. Ze deed geen vlieg kwaad. Ze was een kleuterleidster bij de kerk. En was naar iedereen toe en zeker als moeder zijnde ontzettend zorgzaam. Het koppel was actief lid van de kerk. En het waren geliefde mensen binnen de gemeenschap. Dat geluk wordt bruut verstoord wanneer Daniel bij het gezin inbreekt. Het was december, dus het huis was prachtig versierd met allemaal kerstdecoratie. Man Andrew is op dat moment niet thuis, want die is aan het werk. Maar Priscilla wel, met de 2 kleine kindjes. En wanneer Daniel inbreekt, loopt dit vreselijk uit de hand. Daniel was gewapend, hij had 2 pistolen meegenomen. Die wapens die hij eerder in een ander huis had gejat. Toen hij het huis was binnengedrongen, betrapte Priscilla Gustafsson Daniel tijdens zijn inbraak. En Daniel overmeesterde haar. Wist haar naar een slaapkamer te dwingen. Hij misbruikte de vrouw en schoot haar 2 keer door het hoofd. En dat terwijl die kleine kindjes daar gewoon thuis waren. En dan richt hij zich tot hen. Hij verdronk allebei de kinderen in een badkuip. Wanneer Andrew Gustafsson thuiskomt van zijn werk, komt hij terecht in deze horrorfilm. Hij vindt zijn vrouw en zijn 2 kindjes dood in huis op de meest gruwelijke manier. En er wordt natuurlijk een onderzoek gedaan en er wordt van alles gevonden. In de slaapkamer worden 2 kogelhulzen gevonden, een blikje bier die open is getrokken en daar neergezet is. En ze ontdekken ook een Converse schoenafdruk
in de tuin van het huis. En dan denken de agenten eigenlijk meteen al aan Daniel. Daniel LaPlante. Hij woonde zo dichtbij. En er waren dus redelijk wat gelijkenissen met het eerdere incident dat plaatsvond in het huis van de familie Andrews. Bijvoorbeeld dat blikje bier wat open was getrokken. Er waren gewoon wat dingetjes waaruit bleek dat ze wellicht op het goede spoor zaten als ze aan Daniel dachten. Die verbanden werden in ieder geval meteen gelegd. Nou, ze brengen een bezoekje aan het huis waar Daniel LaPlante woonde, maar treffen Daniel niet aan. Zijn moeder doet wel open en ze zien dan in de verte Daniel wegvluchten. Hij rent weg. Hij is ontzettend gevaarlijk op dat moment. Het is wel duidelijk dat deze man geen grenzen heeft en het feit dat hij vlucht, ja, is eigenlijk al een verkapte schuldbekentenis. Dit is zorgelijk. Die man moet zo snel mogelijk van de straat worden gehaald. Daniel LaPlante's foto's worden verspreid binnen de media, zodat er naar hem kan worden uitgekeken. Er werd een grootschalige zoektocht opgezet om deze man zo snel mogelijk achter de tralies te krijgen. Er werden honden ingezet, er werden helikopters ingezet en maar liefst 50 agenten zaten op de zaak. En Daniel houdt zich tijdens dit vluchten absoluut niet koest. Hij gijzelt een vrouw met een Volkswagenbusje en houdt haar onder schot en dwingt haar hem een lief te geven. Dus zij moet hem rondrijden door de stad. Hij is inmiddels trouwens 18 kilometer verderop van zijn huis. Ze weten in ieder geval best wel een eindje te komen. En gelukkig, godzijdank, weet de vrouw te vluchten en zij belt meteen de politie. 2 dagen nadat Daniel op de vlucht sloeg, weten ze de jongen in de boeien te slaan. Hij werd gevonden ergens op een industrieterrein, geloof ik, in een afvalcontainer. Hij wist weer een klein plekje te vinden waar hij heerlijk kon slapen. Hè? Misschien werd hij daar wel rustig van, ik weet het niet. Blijkbaar vond deze jongen het helemaal niet erg om op de gekste, kleinste, meest oncomfortabele plekken te slapen. Ja, Daniel wordt gearresteerd. En tijdens het onderzoek naar de drievoudige moord op de Gustafsons wordt er een hele hoop bewijs gevonden. En alles wijst zich in de richting van Daniel. Ja, om te beginnen de schoenafdruk die in de tuin wordt gevonden van de Gustafsons. Dat was een Converse schoen. In het huis van Daniel, in zijn kast, vinden ze precies die schoen. En die past binnen die schoenafdruk. Nu zijn er vast nog heel veel andere mensen met dezelfde maat en dezelfde schoen. Dus was niet per se heel sterk bewijs, maar het is één van de dingen bovenop een hele grote berg. Ze vonden in het huis van Daniel het wapen wat gebruikt is bij de moord. Er is echt een ballistisch onderzoek mee geweest. Hè? Kogelhulzen die werden gevonden op de plaats delict. De groeven daarin kwamen perfect overeen met de groeven van de afgevuurde kogels uit dat pistool. En dat is een soort vingerafdruk. Er werd een sok met speeksel gevonden in Daniels kamer. Dit zou hij gebruikt hebben om Priscilla te knevelen. Er werden kledingvezels van Daniel gevonden in het huis van de Gustafsons. Dus dat plaatst hem op de plaats delict. En er werden dus gestolen spullen teruggevonden van de familie Gustafson, waar de vingerafdrukken op zaten van Daniel. En met name natuurlijk dat pistool, vingerafdrukken. Alles wijst gewoon naar Daniel. En hij wordt schuldig bevonden aan de drievoudige moord. Hij krijgt een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervoegde vrijlating. En in de rechtszaal is het wel duidelijk dat hij absoluut geen spijt heeft van zijn daden. Hij toont geen emotie. Het is echt verschrikkelijk. Ergens begrijp je ook wel dat deze jongen geworden is zoals hij geworden is. Dit kon ook alleen maar fout gaan als je terugkijkt naar zijn jeugd. En nee, dit is geen reden om een moord te plegen, absoluut niet. Maar deze jongen was compleet van het padje af. Die jongen had zoveel mentale problemen. Er had gewoon aan de bel moeten worden getrokken. Als hij eerder hulp had gehad, of die moeder van hem niet die borg had betaald, hadden de Gustafsons nog gewoon geleefd. Dat vind ik dus het erg aan dit hele verhaal. Dat was echt één grote vergissing. Om die jongen op vrije voeten te stellen. Ja, jeetje jongens, wat een verhaal. Dit is echt mijn grootste nachtmerrie. Dat er zomaar iemand in je huis staat. Of je terroriseert. Iemand die leeft binnen je muren. Echt, dat kan bestaan. En het bestaat.
is het levende bewijs. Ik heb dus volgens mij vorig jaar een film gezien, een horrorfilm gebaseerd op dit verhaal. Dat ging ook over frogging, geloof ik. Met zo'n gek masker en dat mensen zich schuil hielden in de kruipruimtes en de fundering. Heel erg bizar ik kan het gewoon niet geloven dat dit soort verhalen bestaan. Als je dan in je bed ligt en je hebt dit onderzoekje net gedaan, nou, ik kan je vertellen, ik heb echt wel minder lekker geslapen dan normaal. Ja, ik vind het vreselijk. Ik ben natuurlijk onwijs benieuwd wat jullie hiervan vonden. Laat het eventjes weten onder in de reacties. En heb je nog tips voor zaken waarvan je wil dat ik ze ga bespreken? Moet je het eventjes laten weten. Zet het ook hieronder eventjes neer. En vergeet natuurlijk niet om op dit kanaal te abonneren. En die is belangrijk, want meer dan de helft van de kijkers van deze video is niet geabonneerd hier. En dat is jammer. Ik zou het zo leuk vinden als we toch nog ooit die miljoen aantikken. Jij kan ervoor zorgen. Dus klik op die rode knop, het duimpje omhoog en zorg ervoor dat we daar ooit nog komen. Ik hoop dat jullie lekkerder slapen dan ik vannacht heb gedaan. Jullie horen mij volgende week weer om 4 uur in de middag met een nieuw misdaadverhaal tijdens Misdaad en Make-up. En vergeet natuurlijk niet om de podcast Moordkast te beluisteren via podimo.nl/moordkast. Word lid en beluister de ongecensureerde versies. Dus tot volgende week en heel erg bedankt voor het kijken.